kom altijd aan je allemaal trekken, dus het is niet dat... Ik elke dag met mezelf aan het spelen. Ik moet dat anger, weet je, gewoon release anger. Het is het beste truc, even klaarkomen. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over masturberen. Allereerste keer masturberen was gewoon in die leeftijd van 10, denk ik. Ik denk, ja, niet precies de eerste keer, maar ik weet wel, ik begon. Ja, ik was laat. Ik was wel echt 16. Dat was toen, zeg maar, nadat ik seks had gehad. In de douche met douchekop. Ja, dat weet ik nog. Geen idee meer. Het enige wat ik me nog kan herinneren waren vuile sokken. Dat is eigenlijk heel raar. Ik was met beffen en seks heel vroeg, maar met vingeren masturberen was ik weer heel laat. Een andere douche was dat. En toen pak je de douchekop en die zet je gewoon erop. En dat heb ik eerst gedaan. Dat was, zeg maar, toen ik echt ontdekte van dit is fucking chill. En dat voelt heel raar en heel gek. En soms stond ik soms ook wel echt heel lang onder de douche. Ik heb ooit één keer per ongeluk de douchestraal tegen mijn penis aangehad. Dat voelde een beetje raar en toen schrok ik weg. En toen een keer later, toen ik in bad zat, toen besloot ik dat nog een keer te doen. Ik weet niet waarom. Kijk, ik was natuurlijk al eerder klaargekomen, maar dat was natuurlijk niet door aftrekken. Dat was de eerste keer dat ik echt een orgasme heb gehad. Dat was door in touw te klimmen in de gym naar boven. Toen kreeg ik een lekker gevoel en toen kwam ik klaar. Toen wist ik eigenlijk niet wat me overkwam, want ik wist niet wat klaarkomen was. Het was fucking lekker. De eerste keer, ja, volgens mij ben ik toen niet echt klaargekomen. Ik deed maar gewoon wat en ik dacht al van ja, het voelt wel chill, maar ik weet niet echt wat ik aan het doen ben. Ik weet wel zeker dat ik de eerste keer masturbeer was dat ik ook ben klaargekomen. Ja. Ja, het was misschien de eerste keer van, huh, wat is dit? Beetje gek. Oh ja, dat voelt lekker. Gelijk straks weer doen. Beetje raar. En daarna was iets van, nou, dat is eigenlijk ook een heel lekker gevoel. Ik was eigenlijk niet echt meteen fan, nee. Ik heb daar heel snel een vibrator gekocht. Ik was wel een diehard fan, ja, van klaarkomen, ja, zeker. Ik was meteen verslaafd. Nee, dat is ook weer niet, nee, alhoewel. Maar ik masturbeer. Niet zo heel vaak, eigenlijk. Nou, eigenlijk niet. Elke dag, ja. Ik kom altijd aan je allemaal trekken, dus het is niet dat... Ik elke dag met mezelf aan het spelen. Ik moet dat anger, weet je, gewoon release anger, gewoon. Ja, ligt met mijn werk is het wel wat meer. Als ik echt gericht in mijn privéleven kijk, is dat denk ik 1 keer in de 2 weken. Ik masturbeer minimaal 3 keer per dag. 1 keer in de ochtend, 1 keer ergens in een pauze. en dan 's avonds voor het slapen gaan. Nu niet meer. Verschilt. Ik doe het natuurlijk best ook wel voor mijn werk. Laatst gemasturbeerd voordat ik hier naartoe kwam. Maar als ik echt kijk naar, als ik het voor mezelf doe, denk ik een paar keer per week. Dat ik een momentje voor mezelf heb, dat ik geil ben en dat het even eruit moet, letterlijk en figuurlijk. Weet je wel, als je gewoon 2 weken niet neukt en je trekt niet af en er is een idioot voor jou in het verkeer hoe je wordt, dat. Je maakt mensen dood. Als je niet dat eruit haalt, oeh. Voor ik de porno heb gevonden die ik wil, duurt het ongeveer 20 minuten tot een half uur. Ik ben heel specifiek wat ik moet hebben en wie er moet zijn. En het moet allebei niet lelijk zijn. 20 minuten tops. Kan zelfs 5 zijn. Maar als ik dan het moment heb, dan ben ik wel binnen een minuut of 30 seconden klaargekomen. Nou, ik denk 3 minuten misschien. 4 al gauw. Als ik wil klaarkomen, wil ik het heel snel gedaan hebben. Het gaat mij om het eindresultaat en niet om het plezier. Ik kan op commando klaarkomen. Ja, ik wil iemand die wel snel klaarkomt. Ik denk als ik masturbeer... Binnen een minuut. 1,5 minuut. Dat duurt echt niet lang. Een minuutje of 2, 3 of zo. Ik denk dat als ik moet klaarkomen met een klokje van 1 minuut 30, dat ik dan in 1 minuut 30 kan klaarkomen. Voornamelijk als je een dutje wil doen, is het beste truc even klaarkomen. Maar als ik het kan uitrekken en uitstellen, dan kan het ook een uur duren. Vaak duurt het, ja, een minuutje of 2 voordat ik een orgasme bereik. Af vanaf wat voor video het is, weet je, is iets dat jou triggert. Dus soms kijk je iets en denk oh shit, oh, rup, en dan is het gebeurd. En dan heb je dat sad, weet je, shameful part dat je je zou gaan schoonmaken. Nee, ik zelf niet. Hoewel, ik had vroeger een flashlight. Zo'n flashlight die je erop zet en die je kan gebruiken. Ja, een vibrator. Nee, ik gebruik alleen mijn hand. Ja, ik bedoel, vrouwen die gaan naar pavo.nl en die hebben 929.000 pagina's met 627 miljoen speeltjes. Allemaal verschillende speeltjes. En wat bij mannen hebben dat bijna niet of zo. Ik heb 1 vibrator, dat is mijn favoriet. Magic Wand. Die is toch wel het sterkste van wat ik allemaal heb. En die vind ik wel het fijnst om mee te masturberen. Voor af te rukken niet. Ik heb al een keer een reclame gedaan voor een milking machine. Maar er zit een pompje in die dan op en neer gaat en die rukt voor je af. Shit, forget it.
Oh, dat is zo kut. Maar hij zit ook niet eens goed eromheen.